Ik zou bijna zeggen terug naar de studio, want daar zijn we weer. We hebben u een korte impressie proberen te geven van de gemeente Nieuwkoop. En voordat we verder gaan met de rest van het programma, geef ik graag het woord aan onze commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. Dank. Goedemorgen allemaal. Dank Robert-Jan voor de uitnodiging. Een mooie introductiefilm heb je gemaakt. Ik zie mezelf nog dubbel in beeld. Ik weet niet of dat aan mij ligt of dat het de techniek is die dat veroorzaakt. Maar fijn om hier op deze manier aanwezig te zijn. Het wordt ook allemaal tijd dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten. Ik zie jou graag twee keer, ja. Ja, maar dan... Ik heb gegeten en denk je vanuit Den Haag, denk ik. Oké, goed zo. Nou, dat doet me deugd. Maar goed, dames en heren, bestuurders van Zuid-Holland. Na een jaar zonder voorjaarsconferentie van de VZHG, en dat is verheugend nieuws, de reeks wordt vandaag weer voortgezet met een digitale bijeenkomst in combinatie met een fysieke ontmoeting later dit jaar. Daar zijn we natuurlijk allemaal hard aan toe. En als het er een beetje naar uit blijft zien, dan zal het denk ik ook alweer lukken, zei ik met mate. Dat is een aantrekkelijke en creatieve variant als u mij dat vraagt, die combinatie. Zo zou zomaar kunnen dat deze mix van digitaal werken en fysiek samen zijn ook na corona nog vaker zal worden ingezet. Ik zag gisteren ook mijn eigen burgemeester Emiel ook in een hybride vergadering waarbij een deel live aanwezig was. Dat was van de veiligheidsregio's en een deel op schermen. Eigenlijk ging dat best goed. Dus dat viel me op. Vandaag dus het digitale deel van de VZHG Bestuurdersdag. En ik spreek nu vanuit mijn eigen studio in Oegstgeest, vanaf mijn eigen computer. En zo kan ik op een nieuwe wijze invulling geven aan een traditie, namelijk de goede gewoonte dat ik als commissaris een openingswoordje spreek bij uw voorjaarsconferentie van deze bestuurdersdag. En dat ik dat op deze manier doe. Ik heb het in mijn jaarstoespraak ook gezegd, ik hou van tradities en ook van innovatie. Dan heb ik gesproken over restauratie en innovatie. En zo te zien is dit een mooie manier van openen van deze bijeenkomst. Toch hoop ik dat ik een volgende keer dat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Want dat zoeken naar elkaars ogen op dat scherm, dat is het niet. Hè. Je zit voortdurend naar een vierkantje te kijken, naar een bewegend pasfotootje. Maar je camera zit ergens anders, dus je ziet elkaars ogen niet. Wij als bestuurders hebben het vaak over de samenleving. En de essentie daarvan is natuurlijk dat wij als Nederlanders, als Zuid-Hollanders elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en samen ergens de schouders onder zetten. Daar kunnen wij de digitale snelweg voor gebruiken. Dat is hartstikke handig en efficiënt. Maar het is ook belangrijk om in die mogelijkheid te treffen in echte ontmoetingen, in netwerken, in bijeenkomsten, vergaderingen, brainstorms, creatieve sessies enzovoort enzovoort. En zo manifesteert zich de werkelijke kracht van de samenleving in volle omvang. En dat willen wij als bestuurders natuurlijk graag. Het is niet voor niets het thema van deze bijeenkomst, de kracht van de samenleving. En die is in deze afgelopen coronatijd natuurlijk ook behoorlijk op de proef gesteld. En we hebben ook hele mooie voorbeelden ervan kunnen zien. Gisteren was ik weer op werkbezoek in een van de 52 gemeenten in Zuidplas in dit geval. En dan zit je met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld met elkaar aan tafel. En dan zie je gewoon, er zitten mensen die er letterlijk en figuurlijk met z'n allen in geloven en hun schouders eronder zetten en zorgen dat ze die tijd goed doorkomen. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de samenleving die ze dienen. Mooie voorbeelden. En dat is niet alleen daar, maar daar hebben we natuurlijk op vele plekken hebben we daar mooie voorbeelden van gezien. En de kracht van de samenleving zit in een goede samenwerking. Niet alleen tussen overheden, hoewel dat erg belangrijk is, maar ook breder. Ik heb hier in uw kring al vaker over gesproken. En 2 jaar geleden had ik het over onze inwoners, niet als klanten, maar als mede-eigenaren van de samenleving. Ik kan het niet genoeg herhalen. Wij zijn niet de BV Nederland, wij zijn ook niet klanten van een overheid. We zijn mede-eigenaren van een overheid als burgers, aandeelhouders. Ik ben ook niet een klant van mijn gemeente Oegstgeest. Ik vind het prettig dat ze me netjes behandelen, maar ik ben geen klant. Ik ben een inwoner. En de burgemeester en zijn apparaat zit het ook namens mij als een soort verenigingsbestuur van de samenleving waar ik deel van uitmaak. En zo moet de overheid zich ook eigendom voelen van de samenleving. Waar het helemaal misgegaan is in toeslagenaffaire, waar de burger gezien werd als een pain in the ass, een lastige, niet te vertrouwen klant. En dat is het tegendeel van wat in die verhouding moet blijken. En over het bestuurlijk maatwerk dat nodig is om met die energie vanuit de samenleving mee te doen en te bewegen. Daar heb ik het ook over gehad 2 jaar geleden. Onze samenleving bevindt zich in een interessante transitiefase.
waarbij we als het ware surfen tussen de neergaande golf van het industriële tijdperk en de opgaande golf van de nieuwe economie. Dat heet dus een transitietijd. Je weet dat doorgaan op de oude weg dat het een gang naar beneden wordt. Dus je moet een sprong maken naar een nieuwe S-curve, om maar zo te zeggen. Een nieuwe groeicurve. En dat gaat altijd gepaard met onrust en met het gevoel dat je een stapje terug doet om vervolgens weer vooruit te kunnen. Dat was al zo voor corona, maar die pandemie heeft ons nog steviger met de neus op die feiten gedrukt. We moeten met z'n allen in actie komen. Er komen grote maatschappelijke uitdagingen op ons af. Als het gaat om klimaatverandering, om digitalisering, om energietransitie, dan liggen vele grote vraagstukken op ons bord. We gebruiken ook veelvuldig het woord crisis. En dan gaat het om woningbouw, energie, klimaat, stikstof. En bij crisis hoort daadkracht, hoort ook een crisispakket aan maatregelen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat Zuid-Holland goed bereikbaar blijft, dat er voldoende huizen worden gebouwd, dat onze leefomgeving veilig en schoon is en dat de mensen de kansen krijgen zich te ontwikkelen. Onze samenleving en onze economie gaan ingrijpend en soms zelfs radicaal veranderen. Willen we dat succesvol kunnen doen, dan is brede samenwerking cruciaal. En zeker in Zuid-Holland, waar de uitdagingen van deze tijd als in geen andere provincie worden gevoeld. En daarom ben ik, dames en heren, er bijzonder trots op dat wij in deze provincie begin vorig jaar aan de slag zijn gegaan met het opstellen van de Groeiagenda Zuid-Holland. Daar heeft u vast allemaal over gehoord, de Groeiagenda Zuid-Holland. 80 verschillende partijen, overheden, bedrijven en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen en een geweldig aanbod gedaan aan het kabinet als beheerder van het Wopke Wiebesfonds, het Groeifonds, en via het kabinet eigenlijk aan heel Nederland. Ja, want investeren in Zuid-Holland, waar ongeveer een kwart van onze nationale boterham wordt verdiend, is ook investeren in andere delen van Nederland. En met als doel ons verdienvermogen, en dat is wat het Groeifonds voor bedoeld is, met ons doel ons verdienvermogen op innovatieve manier, op structurele manier te vergroten, zodat we onze welvaart en ook daarmee ons welzijn kunnen behouden. En in die groeiagenda Zuid-Holland staat innovatie centraal. Ik zei het al, ik hou van innovatie. De groeiagenda staat bomvol voorstellen voor het vernieuwen van onze bedrijvigheid via innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologie. En ook voor de ontwikkeling van kwantumtechnologie, van kunstmatige intelligentie in de sector life science en health. Dat zijn terreinen waar wij world leading in zijn. Dat moeten we ook zien vast te houden, want daar ligt ook zeg maar, de groei van het toekomstige verdienvermogen. Als je kijkt wat er in Leiden op dit moment gebeurt, de Bioscience Park, waar in toenemende mate grote farmaceutische zich vestigen, de place to be, het Janssen-vaccin is ontwikkeld, of kijk aan quantum en AI in Delft. Dat zijn hotspots van vernieuwing. En daar moeten we onze hoop en onze toekomst op vestigen. Met al deze plannen geven de Zuid-Hollandse en Nederlandse samenleving en economie een enorme oppepper. Meer werk, meer woningen en meer economische groei, tegelijkertijd minder uitstoot van CO2 en andere nadelige stoffen. Een grote impuls voor de noodzakelijke energietransitie en een cruciale investering in wat we noemen human capital, menselijk kapitaal, de workforce, de aansluiting tussen economie en arbeidsmarkt. En onze groeiagenda is een toekomstscenario voor minstens de komende 10 jaar. En ik ben er persoonlijk ook bijzonder trots op dat wij in deze complexe provincie, waar veel minder die eenheid te voelen is dan in vele andere provincies, dat we met elkaar die eenheid gesmeed hebben, af van het gedoe tussen grote stad en grote steden en provincie, en metropool en provincie, of tussen bedrijven die hun eigen gang gaan. We hebben de handen ineengeslagen. Daar moeten we echt met elkaar trots op zijn in Zuid-Holland. En er ontstaat een Zuid-Hollands verhaal waarin we met vereende krachten naar buiten treden om daar een aanspraak te maken op een deel van het Groeifonds. En het is ook al gelukt, want bij de eerste tranche is veel van wat wij als Zuid-Holland hebben ingediend en past in die groeiagenda is ook gehonoreerd. Ik had er van de week nog een gesprek over met onder andere Prins Constantijn, die ook in die commissie zit. En daar nog een keer het verhaal van Zuid-Holland kunnen neerleggen. Een scenario ook dat hard nodig was. Er is berekend dat wij in Nederland zo'n 15 miljard euro aan BBP zijn misgelopen door achterblijvende economische prestaties in Zuid-Holland. Dus ook de boodschap aan Den Haag is, het gaat niet vanzelf goed en het zit niet vanzelf goed, ook in deze provincie. En je kunt andere provincies aanwijzen waar een hoop in geïnvesteerd moet worden. Maar als je dat vergeet in Zuid-Holland, dan mis je de boot. En dan gaat die economische motor, die belangrijk is voor ons hele land, haperen. In de groeiagenda beloven we in de komende 10 jaar 12% extra economische groei in onze regio te halen.
Concreet gaat het dan om 24 miljard extra BBP en 120.000 nieuwe banen als gevolg van de investeringen die wij voorstellen. En hierbij heb ik het niet over economische groei louter, zoals dat vroeger gewoon was, maar van alles meer, met van alles meer ten koste van mens, milieu en aarde. Nee, met de groeiagenda investeren we in een betere wereld. In kwaliteit van leven, vaak samengevat in de term brede welvaart. Het is een beetje, ik merk dat ik dat dan moet uitleggen, dat woord groei, dat roept het oude denken op van aandeelhouderswaarde en hoe meer winst, hoe beter. Maar hier gaat het om groei in de duurzame manier, waarin het gaat om een veel bredere blik dan alleen het verdienen van geld, maar het gaat om de brede welvaart, waarbij ook zeg maar de well-being van mensen centraal staat. U merkt, ik ben daar bijzonder enthousiast over. Ik ben niet de enige. Kort geleden zijn de eerste 5 projecten tot onze groeiagenda bij de beoordelaars van het Groeifonds op vruchtbare aarde gevallen en dus toegekend. Het gaat om projecten in de sectoren kwantumtechnologie, gezondheidszorg, kunstmatige intelligentie, groene waterstof en openbaar vervoer met een investering in de verbinding tussen Dordrecht en Leiden. Dat heet hier de Oude Lijn, maar is in feite de slagader van provincie Zuid-Holland. En als je daarin investeert met moderne vormen van transport, dan geef je ook ruimte aan woningbouw, want waar mensen wonen moet bewogen worden. En je legt een verbinding aan tussen de centra van innovatie, de 3 campussen van de 3 universiteiten en hogescholen. Deze toekenningen zijn een prachtige mijlpaal, en niet alleen voor de 80 partijen die samen de goede agenda hebben opgesteld. Dit is goed nieuws voor Zuid-Holland. En daar profiteert de hele provincie van. De investeringen uit het Groeifonds gaan een positieve doorwerking hebben in alle gemeenten en alle regio's. En ze zijn ook goed voor heel Nederland, precies zoals wij dat van het begin af aan voor ogen hadden. We zijn er natuurlijk nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet. En daarom zit hier een blij man die tegelijkertijd zijn aandacht al richt op de volgende stap. Dames en heren, de groeiagenda is voor mij op dit moment het voorbeeld van wat je met elkaar voor elkaar kunt krijgen als je de kracht van de samenleving inzet. 80 partners die hebben gekozen voor concrete actie in het algemene belang. Met als doel de samenleving nog sterker te maken. En prachtig wat hier vandaag tijdens het gevarieerde programma van deze bestuurdersdag van de VZHG veel aandacht voor is. Ik wens u allen een bijzonder goede bestuurdersdag toe. U kent mij als commissaris die graag partijen en mensen bij elkaar brengt. Bijeenkomsten als die van vandaag zijn voor mij altijd naast zakelijk en bestuurlijk ook een beetje feestelijk. En zeker een bewijs dat het ons allemaal gaat om samenwerking, om te werken aan de toekomst en om het zo goed mogelijk benutten van de kracht van de samenleving. Hartelijk dank aan de VZHG en ik wens u een goede dag. Heb het goed met elkaar. Dank u wel. Dankjewel Jaap voor je mooie woorden. En ik hoop je gauw weer een keer in Nieuwkoop te mogen verwelkomen. Je bent fervent watersporter, dus je kunt hier natuurlijk je hart ophalen, dat weten we.